is de Harry's Horse bustrens anatomisch dubbel gebroken. Dit bit is anatomisch gevormd naar de mond van het paard, zodat het zo stil mogelijk in de mond ligt. Daarnaast is het mondstuk, bestaat deze voor het grootste gedeelte uit koper, waardoor het paard het makkelijker zal aannemen. Het is tevens een bustrens wat inhoudt dat het stabiel in de mond blijft liggen, omdat het mondstuk vastzit aan de bitringen. Daarnaast ligt het tussenstukje van het dubbelgebroken gedeelte ligt plat, waardoor dat het minder inwerking heeft op de tong en het prettiger is voor het paard.